Goedenavond, chef. Hey, Wesley. Kom ik aan bij chef. Blijkt het mij helemaal niet nodig te hebben om vis te vangen. Hij heeft er al twee gevangen. Zie je die zaak niet, hè? Chef, vertel eens even hoe lang we hier zijn. Nou, een paar uurtjes. En we hebben zojuist gevangen? Een spiegeltje van 13 kilo. Een meerval van een kleine meter lengte. En nog een klein spiegeltje van 23,6. Er is er weer een. Specialiteit, chef, hè? Spek met ei. Dat is traditie van vele jaren al. Het eerste ontbijt bij een vissessie van een langdurige sessie. Eieren met spek. Nou, chef. Onze eerste sessie nou al geslaagd. Ja, ja. Eerste nacht. Vol gas. Hier zit ik dan als neutrale oude rot met iemand van de firma KWO. En wat kan ik doen? Visjes fotograferen en videoën. Zo, chef doet even voor hoe het moet om echte vissen te vangen, of niet, chef? Zo is het, jongen. Gaaf, hè? Nou, niet normaal. Mooie beschubbing ook, hè? Ja, echt een prachtige vis. Chef. Vertel eens even wat er aan de hand is. Nou, wij hebben net een visje gevangen. Die ligt hier naast me. Even nog uitrusten van de drill. Hij vocht heel erg goed. Mooie vis. Mooie dertiger. Prachtig getekend. En nou, het rikje kwam samen met de poli hartstikke keurig uit zijn bek. En die hebben we als een single hoekbeet weer teruggelegd op de plek. En vervolgens varen we nou weer richting onze stek. We hebben gisteren ook gedaan, hè, single hoekbait, hè? Ja. En toen? Oké, na een half uurtje geloof ik weer, hè? Toen levert er ook weer iets op. Nou, chef. Het is de vierde dertiger in de tweede nacht. En natuurlijk nog die 40er. Nog drie nachten te gaan. Wat denk jij ervan? Nou, het ziet er hartstikke goed uit. En laten we wel wezen, we vangen prachtig mooie vissen. Deze spiegel is 16,5 kilo. En dit is een van de vier vissen van vannacht. Ja, brute schub op 20-2. Kilo wel te verstaan. A prochain. Wat is even hoe de situatie eruit ziet? Nou, slecht. Het is een stuk kouder geworden. Dat is op zich wel prettig. Maar we hebben een volle bak met regen gehad. Afgelopen nacht was het werkelijk beestachtig. Er stond ook zo'n laag water in de boot vanochtend. En niets, gewoon niets. Na twee dagen van volle activiteit zijn we teruggevallen naar nul. Het is werkelijk gewoon kloten. Maar we gaan het veranderen. We gaan het afdwingen. Ja, wat gaan we doen dan? Engels wat nu uitvaren. Ja. Een extra hengeltje. We hebben echt een tetter van een run. En Wesley is bezig om die vis het netje in te gaan dirigeren. Ik breng me met de boot naartoe en ik zal het netje voor hem klaar gaan houden.
Dat is een goed plan. Ja, dat is een goed plan. Dat is een strak plan. We zijn toe aan een vis. Echt toe aan een vis. Magnifiek beschutte spiegel van 23 kilo 600. Echt een mooie vis. Ziet er prachtig uit. Ja, ja. Verse frietjes van chef. Ja, kijk eens naar dat schoolvlees, jongen. Lekker hoor. Heb je zelf gemaakt, chef, of heb je Roda gemaakt? Wel eerlijk zeggen. Zelf. Nou mensen, het kan echt niet op. De minuten tellen en tikken af tot het einde. En dan komt er nog even deze buffel voorbij. Een zeer oude vis, hoog gebouwd. Nou, chef, hebben we gevangen? Nou ja, goed, ik vertel het nu voor de derde keer volgens mij. Maar een schitterende spiegel, 17,5 kilo, gevangen op een single hookbait. Laatste vis van afgelopen nacht. Werkelijk een fantastisch mooie beschubbing. Echt een van de beauties van het water. Tijdens het heftige weer, het uitvarende lijnen, waren we van schuilen onder de paraplu om nou, de wind en de regenbui over te laten gaan, komt deze spiegel boven drijven van... Heftig weer. Zeg maar, bizar heftig weer. Bizar heftig weer. En onze Wesley is meteen toegetreden tot de orde de echte man, hè? Juist. Ja. Ja. Hij heeft geen mietje meer. Wesley met de laatste vis van deze trip. Een spiegel van net 15 kilo. Mooi geproportioneerde vis. Vis voor de toekomst. Deze heeft groeipotentie. Wat gaan we doen, chef, zo? We gaan hem terugzetten om te beginnen. Dan laden we de boot. En dan gaan we op zoek naar nieuwe jachtgronden. We hebben nog een aantal ideeën en die gaan we eens even bekijken. Gaat goed komen. Gaat goed komen. Tot de volgende keer. Au revoir, monsieur.